Goedenavond. En misschien even een praktische mededeling: is het mogelijk om gsm op smartphones op stil te zetten of in vliegtuigmodus? Dan kunnen we dat even allemaal regelen. Goed. Allemaal heel erg van harte welkom in deze mooie Sint-Adrianuskerk. Mijn naam is Dirk Kremers en ik ben vanavond jullie presentator van deze warme kerstinvocatie. Ik kom zelf uit het Limburgse As, vlakbij Genk. En misschien vraagt u zich dan af hoe ik vanuit Limburg op dit podium ben beland. Nu, dat is een lang en avondvullend verhaal met onverwachte plotwendingen en dat is vandaag niet de bedoeling. Misschien straks wel bij het drankje. Jullie mogen wel weten dat mijn vrouw en ik vrienden zijn van Greet en van Charles. En dat is de link tussen As en de Eel. De organisatie vanavond is in handen van de koninklijke fanfare. Greet heeft mij nog opgedrukt om vooral die koninklijke erbij te vermelden. De koninklijke fanfare Jeugd en Vriend. Ze zijn enthousiast. Jeugd en Vreugd. Ja, ja. Klopt helemaal. Dank ook voor de correctie. Ze zijn enthousiast om jullie hier te ontvangen en erg blij met de opkomst. Bedankt daarvoor. We gaan met z'n allen genieten van een muzikale reis naar Kerstmis. En dat is ook de betekenis van een kerstevocatie. En muzikaal gaat het zijn. U mag zich verwachten aan warme koperklanken, swingende saxen, ritmisch slagwerk en hemelse stemmen van het gospelkoor aan gezin uit Polen. De fanfare, het koor, afgewisseld met jullie samenzang, gaan zorgen voor vrede en hoop. Zing mee uit volle borst. Wees niet bang, er is geen jury die achteraf zoals in The Voice uw zangprestaties gaat beoordelen. Niets daarvan vanavond in de wereld. Zing, swing en laat ons samen de blijde boodschap verkondigen. Nog een praktische afspraak. Het applaus kunnen jullie houden voor het einde van deze muzikale beleving. Maar dat mag het echt wel volmaakt zijn. Het dak mag eraf, maar dat mag u wel figuurlijk interpreteren. Ik geef graag het woord, het muzikale kerstwoord, aan de fanfare Jeugd en Vreugd. Thank you.
zegt al veel. Het Engelse woord gospel komt van oud-Engelse go, good. En spel, dat staat voor nieuws of boodschap. En het betekent dus goed nieuws of de goede, blijde boodschap. De gospelmuziek werd in de 17e eeuw geboren in de katoenvelden van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Het waren werkliederen die gezongen werden door Afrikaanse slaven. Een lied begon als een vraag en op die vraag volgde een ritmisch antwoord. Dat ritme werd aangegeven door handgeklap en gestamp met de voeten. De teksten gingen vaak over hoop en het leven na de dood. Van gospel naar het koor dat vandaag de gast is, dat is een kleine stap. Ik stel u graag voor aan Amuzin. Amuzin is een vocaal ensemble uit Polen dat graag experimenteert met allerlei genres van liedjes. We nodigden hen uit om vandaag enkele gospels te brengen. Het koor staat onder leiding van Karin Calon en ze gaan samenwerken met onze fanfare. En daarna is het jullie beurt om samen met ons enkele liederen te zingen. Deze vinden jullie terug in de boekjes die jullie kregen bij het binnenkomen. Graag het woord aan fanfare en aan Amuzin.
daar straks genieten van Halleluja uit de buurt van Leonard Cohen. Cohen die schreef dat nummer in 1984. En een klein detail, zijn platenfirma die wilde het destijds niet uitbrengen, omdat ze, kan men zich voorstellen, niet goed genoeg vonden. Cohen die moest op zoek naar een andere, kleinere platenmaatschappij om Halleluja alsnog uit te brengen. En het wordt nu beschouwd als een van zijn allerbeste nummers. De cover van Chet Buckley later die zorgde voor wereldsucces en een meer dan degelijk pensioen voor Leonard Cohen. Wat er met een man of met een vrouw van de platenmaatschappij is gebeurd, die het nummer heeft afgekeurd, is echter niet geweten. Terug naar onze kerstevocatie. We leven in 2023 in een moeilijke tijd. Er zijn spanningen op alle mogelijke niveaus. Wanneer zal er overal eens vrede komen? Wanneer zullen de wapens worden neergelegd? En zal er een einde komen aan al dat gevecht? Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen? Vrede op aarde, in mensen en welbehagen, zingen we graag met de kerstdagen in de kerk. Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk. Hoe lang moeten de mensen het nog verdragen? In vele landen is het nog steeds raak en wordt er vaak veel leed en pijn geleden. Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden, het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. Toch blijven we hopen op wereldvrede hier. Voor al die gebieden waar nog oorlog is, waar mensen verkeren in angst en droefenis, o Heer, geef vrede, wil ons vrede geven, Heer. De fanfare brengt jullie nu enkele zeer herkenbare nummers onder leiding van Koen Peters. Thank you.
slaven in de zonne op de katoenvelden om het zware werk enigszins draagbaar te maken. Het ritme werd vaak bepaald door de lichaamsbewegingen die voor de werkzaamheden nodig waren. De slavendrijvers die verboden de slaven om muziekinstrumenten te gebruiken. En in het bijzonder de drums. Want drummen was namelijk een manier om over lange afstanden te communiceren. En dat was niet de bedoeling. De slaven waren echter inventief. Ze maakten ritmes met alles wat ze maar konden vinden. Lepels, hout, flessen. Akkoorden klinken en zingen hun eigen taal. De taal van Gods liefde door mensenhanden gemaakt. Zo teder, zo zoet, paradijs op aarde, akkoorden bestormen de hemel, een mens die ontmoet. Engelen zingen heel zachtjes mee en beroeren de ziel en dansen zo mee op hemelse klanken. De zang klinkt heel zoet, zo zoet als de honing een mens ontmoet. Even hemel op aarde, de ziel wordt geraakt, getroost en gevoed. Ze danst luchtig verder. Met liefde gemaakt. Amuzin zal nu met haar hemelse klanken en haar zoete zangen onze ziel weer raken.
klinkt dat ongelooflijk goed in deze tijden. Ik probeer wat thuis in Limburg wel lukte. Dus ik hoop dat hier in de mail ook gaat op het momentje. U herkent misschien die legendarische speech van Martin Luther King, die dateert van 1963. I have a dream that my 400 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Het is al meer dan 60 jaar geleden. We hebben allemaal dromen. Laat ons goed zijn voor elkaar, goed overeenkomen en de kerstspirit van hoop, vertrouwen, vrede en liefde waarmaken en koesteren. Zoek mooie avonturen, volg je droom en geniet. Kus de maan, wees verwonderd over wat je in de sterren ziet. Maak dagjes in de regen, verspreid geluk en gelach. Vang zonstralen tussen wolken, vier het feestje elke dag. Laat achter wat je kwijt wilt, bewaar wat je nooit had gedacht en vergeet niet dat plezier ook in 2024 op je wacht. De fanfare en het koor die zorgen alweer voor de nodige aanmoediging. Thank you.
dat nummer de tweede drukkers gebracht hebben van het koor van Ronnie Neves. Bij mij weet dat ik dat van pakweg halfweg jaren 70. En anno 2023 is het nog actueler dan destijds eigenlijk. Ik neem u even terug mee naar het begin van deze kerstevocatie. Het allereerste nummer van deze avond, dat was Amazing Grace. Once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. De schrijver van dit lied, dat was John Newton. En hij werkte oorspronkelijk in de slavenhandel als kapitein van een schip. Hij werkte dus actief mee aan diezelfde slavenhandel. Maar na een verblijf in Afrika voelde hij plots sympathie voor de lokale bevolking en werd hij een felle tegenstander van de slavenhandel. En hij schreef het lied Amazing Grace. De vraag is of we tegenwoordig zijn standbeeld omver zouden moeten halen of net niet, want in dit geval werd een dader een held. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. De boodschap van Kerstmis is kindje en mooi, van engel en herder, van kribbe en hooi. De boodschap van Kerstmis is vrede en recht, van Jezus en liefde, van waarheid en echt. We willen geen oorlog, geen leugens, geen nood, maar vrijheid en vreugde, schoon water en brood. De boodschap van Kerstmis begint heel dichtbij. Met waarde, met waarheid en liefde voor Jezus van mij. Met liefde van Jezus voor jou en voor mij. We zingen samen Stille Nacht en daarna gaat de fanfare verder met O Happy Day. Thank you.
En dan is het tijd voor een paar dankwoorden. We willen allereerst onze gasten, de mensen van Amusing, hartelijk danken voor hun komst. Karim, samen met hun enthousiaste zangers. Een dikke dankjewel. Het maakte deze avond zoveel mooier. Ook jullie, de mensen hier in de kerk, we willen ook van harte bedanken. De fanfare vindt het een hele eer om deze avond samen met jullie te kunnen beleven. Pastoor Pluim, die vergeet ons ook zeker niet voor het gebruik van de kerk. Muziek krijgt daardoor een extra dimensie door het gebruik van deze mooie ruimte in de kerstperiode. En ikzelf, ik was heel blij dat ik uw gastheer mocht zijn en dit samen met de werkgroep Kerstevocatie mocht voorbereiden. We hebben nu nog één nummer te gaan. Na de laatste noot van Love, Shine a Light, wordt u uitgenodigd in de gemeentezaal voor een gezellig samen zijn. Met een blijde boodschap gaan we jullie uitwerven en een hartverwarmend, hartverwarmend kerst- en heugelijk nieuwjaar toewensen. Voor degene praktische mededeling die zin hebben, kunnen jullie straks genieten van een kerstdrankje met warm worstenbrood of een appelbol. En het is de gelegenheid per uitstek om elkaar fijne feestdagen en alle goeds voor 2024 toe te wensen. Ik geef nu heel graag het laatste woord aan de fanfare en aan de muziek. Ik mag ze nu ook al een applaus geven.